voldoende punten binnen te halen. We letten op de nummer 37, is vertrokken. En hij gaat nu natuurlijk samen met Arjan Hoekstra, de man onder nummer 34. Maar dan de nummer 46, Team Halberg. Team Halberg, onder meer Dennis Wesseling en Deun Krijten. Deun Krijten op dit moment natuurlijk ook onder de nummer 46. En dan is hij weg. Achter hij klapt aan bij het dagstik Ruud Zonneveld. Ik kijk even vanaf de aardewal. Dan moet ik even in de cockpit kijken om duidelijk te kunnen zien of het Ruud opwerkt is. De geoliede machine en de geoliede organisatie van Racing voor Tende. Dat is de nummer 7. Ik denk dat het Bert van der Meer is. En hij zit onder nummer 36. Dat is natuurlijk de machine van het Combined Race Team uit Aalten. Die op dit moment proberen aan te klampen. En dan komt de aanval van Dennis Wesseling. Dat is de nummer 37, dus die aanleiding. Maar nu is toch die aanval ingezet. De nummer 36, Dennis Wesseling, neemt de propositie over. Hadden we net over de klas van 10. Hier gaat ook een stukje trots, want hij drukt de nummer 37 weg. En hij neemt de over de 34 uur thuis. Die wil toch nog wat goed maken als je een verloren man is. Op de eerste plaats. En vervolgens is hij goed geworden door de nummer 36, Roy Klein. Roy Klein en Dink onder nummer 36 probeert aan te klampen met de nummer 37. De mannen uit Tienje met de Flying Christian. Hij probeert nu in de kleine finale, zoals de wind daar zit, door te trekken. Dan is het de Arjan Hoekstra met de nummer 34. Jacky 2, hij is op dit moment de houder van de rode lantaarn. Ja, het gaat natuurlijk weer zwaar in deze hele bocht. Het lijkt als een ambitie waard het koel hier vooraan, maar toch. Dit is de nummer 37, de Arbors, die in volle vaart gaan om wat de dag goed te maken met zijn eerste winst in deze B-finale. Kijken we nog verder, dan zien we de nummer 46 die net zo opging. Nu als een stervende zwaan vast zit in de greppel. Een trieste aftochter na een volle opende B-finale. En dan zien we de man uit Eelde. Hij doet het op een voortreffelijke wijze. Dat sturen met de achterwielen. Dit zou maar eens een geweldige piloot kunnen zijn voor de nabije toekomst. Want wat een hoge gevaarte. Hij blijft maar blazen. Chris uit Eelde. Maar is het hier Roy Klein die nog steeds probeert de Arbors in te halen. Maar daar lijken de vier niet aan mee te willen werken. Zij gaan hier voor de troostprijs. Oh, gebeurt er nog wat in die ogenblik? Roy Klein Enzing, de man die nu blijft aanhaken bij Racing voor Tende. Deze Roy Klein Enzing lijkt nu enigszins stil te vallen. Maar dan de mensen van Racing voor Tende. Met nog twee ronden te gaan. Twee ronden te gaan en dan lijkt het erop dat hij alles en iedereen dat hij zijn eerste positie afschermt. Ja, dan kijken we hier nu dat nummer 36, vierde binnenbocht. Toch een arm op de ene toe met enkele achterbaan, achterbaan, in hun schip, is er nu druk, het is strak hier in de bocht en de 6-4-6, druk als de baan, de 6-4-6 naar binnen, zetten we voor, gaan tot de afdruk, tot de prijs van deze wedstrijd. Wie van deze mannen moet zo dadelijk het zwarte brood gaan eten? Het kruis lijkt er links en rechts over te gaan. Bij de nummer 34 en Dennis Westling, het teammaatje van Teun Krijten met de nummer 46 blaast, daar gaat het goed mee. Maar dan is het de nummer 37, laatste ronde, dernière tour, last lap, laatste ronde. Ja, en wat kan er dan nu nog misgaan? Wordt er een klein feestje gevierd in zometeen met Arbors Racing Team? Natuurlijk twee mislukte mazen, maar deze overwinning is er misschien wel heel erg mag zijn. Op staat de nummer 36, nog roet in het gooien. Het roet uitruikt, maar komt het in het eten. Hoppelie, hoppelie, hoppelie. En het is natuurlijk voor de mannen van nummer 37, als een vliegende. Op halve slagen een 16 piloot, als een mosquito motorslagen deelt hieruit. Hij zegt, ik kon geen plaatsje bemachtigen in de snelle finale, maar nu in de B-finale. Pak ik hier voor Tende, pak ik hier de winst in deze maal. En inderdaad, het is een prachtige finale. En applaus geeft natuurlijk hier voor de 37. Het kijkt Rijkhalsen uit.
wat Henk Jan Altena zo meteen nog kan brengen in de finale.